Hallo kijkers en welkom bij de quizzen van Fans. En daar is blijkbaar weer al een ding opgekomen op mijn Discord, maar dat moeten ze maar gewoon negeren. Ik hoop dat jullie de vraag duidelijk gaan horen, dus we gaan nu eens een testvraag doen. En als iemand de antwoord weet, moet hij het zo snel mogelijk in de quiz. In de quizkanaal de juiste antwoord zeggen. Dus zo gelijk bijvoorbeeld, hoe oud is Dimitri Remers? En dan moeten ze het zo snel mogelijk dan typen. Voilà, Kiefer heeft het er al op. 32 jaar, dus hij was eerder als antwoord. Dus ja, zou ik nu een punt? Nee, dit was maar een test. Oh, nee. Dus nu gaan we dus officieel beginnen. Dus met punten. Dus ik ga nog even gewoon een lijntje trekken. Voilà. Oké. Welk West-Europees land wordt het vaakst getroffen door vulkaanuitbarstingen? Danny, fout. En het juiste antwoord is al gegeven. Dat is door Stijn. Italië, klopt. Stijn heeft dus nu een punt. Daar kijk ik even op. De micro gaat niet, Dimi. Hallo, hallo. Zo beter. Ik ga het even achter mijn... Ja, ik probeer die micro hier uit te halen. Voilà. Ja, maar het is gewoon zoals een robot de hele tijd. Ah. Ja, ik doe mijn best, mensen. Ik doe mijn best. Oké. Dan gaan we op naar de volgende vraag. Wie was in 2003 tweede astronaut in België? En opnieuw Stijn met de juiste antwoord. Stijn is heel goed bezig, heeft al twee punten. Stijn is echt een slimme. Oké, we gaan op naar de volgende. Stijn krijgt de vragen niet. Nee, kent Stijn de vragen al? Nee, want ik pak die, ik pak die ergens zo keurig uit. Exo zegt het, dat hij dat wel weet. Blijkbaar. Stijn is Mike H. Nee, 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 nee. Oké, de volgende vraag. Hoe heet het eerste deel van Tolkien's verfilmde In de ban van de ring? Nee, Stijn fout. Nee, Kiefer fout. De juiste antwoord is nog altijd niet gezegd geweest. Danny ook fout. Nee, het is een Nederlandse benaming. Ik zie hier zo gelijk Cars 2, Return of the King. Ik ga nog eens de vraag herhalen. Hoe heet het eerste deel van Tolkien's verfilmde In de ban van de ring? En het is een Nederlands... Ja, Kiefer heeft het juist. De reisgenoten. Kiefer heeft nu ook een punt. Kiefer gaat Stijn achterna. Mooi, mooi, mooi. Oké, de volgende. Tot welke leeftijd is men volgens een decreet uit 1982 schoolplichtig? De juiste antwoord is nog niet gegeven en Exo heeft de juiste antwoord gegeven. 16 jaar. Rabba, ik heb wel de eerste gezegd. De 16. De 16, niet 18, shift. Ja, shift. Valspelen, hè? Ik hoes in mijn... Ja, dat vind ik ook wel niet eerlijk. Exo had al een antwoord gegeven en dat was hij fout. Dus ja, iedereen wil alles zeggen. Dat mag niet, vind ik. Dat mag wel. Tot de juiste antwoord is gezegd geweest. Moeilijk, doe even mijn vorige antwoord als ook mijn tweede, dus. Voilà.
Oké. De volgende vraag. Hoeveel, die moet iedereen weten, hoeveel balletjes bepalen dwarrelend de lotto-uitslag? Nee, er is nog altijd geen juiste antwoord gegeven. Nee. Oh, nee. Jullie zijn te hoog aan het zoeken. Denk aan jullie lottoformulier. Een hint. Ik doe niet aan gokken, hè, Dimitri. Maar je moet er ook niet mee gokken. Je hebt toch zo al ooit toch eens een lottoformulier eens gezien? Oh joh, echt waar. Het gaat hier als een trein en de antwoord is nog altijd niet juist gezegd. Oeh, Danny zat er wel heel dichtbij. En stop maar, stop. Exo heeft het juiste antwoord. 42. Maar dat ging hier wel als een trein. Wat? Zijn er 42 bolletjes? Ja. Bij één uittrekking? Ja. Ja, maar ik denk dat dat niet eerst was. Jawel, ik heb de chat gevolgd. Ja, want dat niet was voor mij met 42, hè. Eens even kijken, als dat zo... Ah ja, Danny was eerder. Ik ben eerlijk, ja. Hè. Ja. Danny heeft mijn punt. Ja, Danny. Jawel. Dus ik ga eens heel eventjes de uitslagen even al eens vrijgeven. Kiefer met 1 punt. Exo met 1 punt. Aan de leiding met 2 punten. Stijn. En dan nog gevolgd door Danny, ook wel met een punt. Oké, de volgende. Ik ben altijd zo de leuke eruit aan het zoeken. Welke slechte gewoonte lijkt bescherming te bieden tegen de ziekte van Parkinson? Ja, Stijn heeft het al juist. Ja, maar die speelt vals, denk ik. Hoe dat? En waarom denk je dat Stijn vals speelt? Is zo slim? Ja, dat kan niet zo slim zijn. Dat kan niet. Toch niet? Je weet echt alles, al op voorhand gelijk. Je moet gelijk nog maar op Mike enter H, duwen. Dat is echt Mike H, denk ik. Wow. Dat was boef, dat is boef. Hola, boef, uw micro. Dat is wel bijna even als Jimmy. Ja, ik heb boef eruit gegooid. Sorry mensen, ook op de video waar ik ook aan het opnemen ben. Dat was even boef. Boef heeft problemen met zijn micro blijkbaar. Au mijn oren. En niet die van mij alleen, denk ik. Oké, we gaan dus terug verder. Wat? Dat moet iedereen weten. Hou dus de toetsenbord in de aanslag. Wie het eerste is, verdient de punt. Wat doet een voetballer die de netten vindt? Oh, shift was eerder. Ja, Steen. Daar was een enneke vergeten. Dus ik moet Shift nu wel eens een punt geven. Dat is ook bij Scribblio. Of zoiets, of hoe dat ook noemt. Ah, Platvis is ook mee komen doen. Dus we gaan Platvis ook in de scorelijst gooien. Maar ja, Platvis wint toch niks. Oké, deze moeten jullie wel ook weten. Welke tv-figuurtje vraagt alsmaar: kunnen wij het maken? Stijn weer al juist. Stijn weer al ik eerder. Was de eerst. Nee, Stijn. Bij mij staat Stijn bovenaan bij Shift. Je hebt niet de achternaam gevraagd, hè? Ik zeg toch ook niet altijd Dimitri Remus. Ja, oh, ja, dat is nu zo'n moeilijke. Ah ja.
Alex, Sol, Shift en wie was er dan nog bij? En Stijn een punt geven. Ik vind dat iedereen een punt moet krijgen voor deze ronde. Allee dan. Iedereen krijgt een punt. Voilà. Door Shift. Alsjeblieft. Zeg maar dankjewel, Shift. Dankjewel, Shift. Oké. Okay. Waarvan heeft Pongo er 72 en Partita 68? Nee, geen kaarten, geen vakantiebonnen, geen gebouwen. Honden ook niet. Ik zal het nog een keer voorlezen. Waarvan heeft Pongo er 72 en Partita 68? Geen vrouwen. Geen tepels. Geen sekspartners. Pongo. Denk eens te goed na aan de naam Pongo. Waar speelt Pongo? Ik ga... Ja, goed gevonden. En waarvan denk je Steppen Shift Happens? Omdat Platvisdal gezegd heeft en Pongo en Nanita zijn honden van 101 Dalmatiërs. Ah ja, Platvis heeft het gezegd. Goed, ja, ik was dan naar mijn briefje aan het lezen. Goed zo. Messicus. Shift. We gaan het opnemen. Eerlijk is eerlijk, ja. Iedereen een put. Voilà, we zijn vertrokken. En we zijn ook terug vertrokken bij Boef. Boef, hoe gaat het? Micro Boef. Micro de raar, Boef. Niet praten, micro de raar. Toch, mute uw micro en type gewoon. We krijgen een ban, Boef. Oh my god, Boef is gehakt toen een Decepticon. Wacht, voilà. Ik heb een serverban, servermute gegeven. Sorry Boef, maar uw micro. We gaan op naar de volgende vraag. Boef, je kunt nog altijd meedoen. Ik ga uw naam daar ook bij toevoegen. Nee, Boef krijgt geen ban, alstublieft. Bij deze. Wacht, heb ik nu iedereen wacht, hè? Ja, oké. Okay. We gaan op naar de volgende vraag. Welk eiland en koffiemerk is ook een computertaal? En Boef heeft het al juist. Boef doet de eerste keer mee en Boef Pataat heeft al een punt. Goed bezig, Boef. Oké. Okay. Welk Britse komiek houdt heel veel van zijn teddybeer? Oh, Stijn. Oh my god. Stijn is rap. Stijn is echt rap. Waar heeft hij daar zo rap leren typen, man? Elaba, nee. Dat klopt niet, hè. Wat? Je hebt gezegd welke Britse komiek. Je hebt niet gezegd welk personage speelt hij. Dus de Britse komiek is de echte persoon. Dus dat is Rowan Atkinson, denk ik dan. Want Mr. Bean is het personage dat hij speelt, hè. En dat was de vraag. Wacht, hier, het staat... Ik laat het ook op mijn kaartje zien, op mijn video. Dan zien jullie ook dat het dan op het kaartje fout staat. Welk Britse komiek houdt... Welke Britse komiek houdt heel veel van zijn teddybeer, Mr. Bean? Maar in het echt houdt hij dan ook van zijn teddybeer? Dat is ook een hele goede vraag, hè? Maar dat was de vraag niet, hè? Dat maar ja, de komiek zelf houdt niet van zijn teddybeer. Dat weet je niet, Mr. Bean. Ja, dat weet je niet, nee. Ik weet, gaat dat op twee plaatsen tegelijkertijd, camera? Nee, blijkbaar niet. Ja. Dat is hier een beetje een lastig parket dat we in zitten. Ja, wacht, hè. Ik denk iedereen een punt, denk ik. Ja, eerlijk is eerlijk, iedereen een punt.
Ja, oké. Okay. Live gaan. Ik ga eens even kijken. Zien jullie nu mijn. Ja, dus jullie zien OBS. Ja, we zien het. Maar ook met een. Ook wel met een uitroepteken. Het gaat niet, want het stottert. Gelijk echt zo. Ik kan dat ook stotteren. Voort. Streamen stoppen, zo. Voilà. Oeh, het is weer weg. Ja, het lukt niet te goed. Dus ik wil verder doen met de quiz. Voilà. Ja, net doe ik zei. Hoe heet een lange sok? Goed zo, Kiever. Een kous. Ik ben nu iedereen zijn score aan het updaten. Dus ik ga de scores nog eens even zeggen. Kiever, 4 punten. Exo, 3 punten. Stijn aan de leiding met 6 punten. Danny met 3 punten. Shift met 3 punten. Bladvis met 3 punten. En Boef met 3 punten. Heb ik dat punt gekregen voor Robin Atkinson? Ja, toch, hè? Ja. Ah. Eigenlijk, wie is er aan de leiding? Wie zit er eerst nu? Ja, wie denk je? Stijn. Ah, de Stijn. Nieuw. Oké, okay, de volgende. We zijn nu toch al een hele mooie dik kwartier al bezig. Met welk deel van zijn hoofd kon de Chinees Li Chan Hai 50 kilogram bakstenen opheffen? En Danny heeft het al juist. Nee, Stijn heeft het ook alweer al als eerste juist. Man, Stijn. Oké. Okay. Nu moet ik toch wel eens een moeilijke vinden, hè, voor Stijn. Hallo, Boef. Hallo, Boef. Werkt het? Nu wel, ja. Hey, vriendje. Oi, oi, oi. Oké. Okay. Dus. Nu moet er toch wel een moeilijke. Dat is toch een moeilijke voor Stijn. Oké. Okay. Welk automerk is altijd herkenbaar aan het leeuwtje? Oh ja, Boef. Boef heeft het juist. Boef als eerste. Oh, fucking Boef. Ja, en deze keer niet Stijn. Stijn kan geen Frans, hè. Oh, ja, ja. Oké. Okay. Hoe heet een skateboard zonder wieltjes om op sneeuw te glijden? Exo heeft het juist, snowboard. Timmy, soms klinkt als een robot. Ja, ik heb het ook al gehoord. Ik zit nu al op met mijn tweede micro al hier te werken. Oei, sorry. Oké. Okay. Wordt het opgenomen, Dimi? Dat wordt hier allemaal opgenomen. Dat wordt in het jaar opgenomen. In welk pretpark klaagt Hollebolle Gijs voortdurend dat hij honger heeft? Ah! Wacht, oh, stop. Shift happens. Ja, dank u. Hallo? Wat is de Eftel King? Ik ken hem niet, hoor. Kijk wat eronder staat. Ja, maar dat is een diepfout. Ja? Ja, maar, ik heb... Op Scribble U wordt dat ook afgestraft. Ik denk iedereen... Ja, maar Dimi, het juiste staat er toch onder? Ja, ik denk iedereen een punt. Wat vind jij? Nee, alleen nee. Ik een punt. Nee, dat klopt niet. Dimi, gaan we dadelijk anders de vlog ook kijken? Zo'n vervroegde vlog. Nu denk ik iedereen een punt of ja. Ah, Tsukmi is hier. Konnichiwa. Tsukmi. Tsukmi. Oké, Tsukmi doet ook al mee. Oké. Okay. Ja, een beetje beleefdheid, hè, Dimi. Zijn volledige naam zeggen toch? Dik. Ja, Tsukmi Dik. Oké. Oké, de volgende. Welk verticaal transportmiddel voor passagiers plaatste
Otis als eerste in New York in 1857. En de eerste is al gezegd door Stijn. Weer al. Oh, ik stop ermee. Ik vind het niet leuk. Ik ga de vlog editen. Oké. Er staan dan papenstandjes online, hè. Stijn, hoeveel heb je? 8. En de tweede plaats is gevolgd door Shift, Exo en Kiefer. Hey, Kiefer! Oké. Welke man bestaat uit bevroren H2O? Ja, Platvis heeft het als eerst juist. Roltrap. Nee, IJsman. Groenland. Een IJsman. Ah. Dus, ah, ja. Dus Platvis heeft een punt. Goed zo, Platvis. Welke? Oké, het gaat ze betrekenen. Welke kleur van skipiste is de moeilijkste? En Shift Happens was eerst. Ik was eerst. Hallo. Nee, Shift was eerst. Je werd echt niet eerst, de Exo, ik was eerst. Op geen scherm staat Shift eerst. Kijk. Ik ben nu in de chatroom, Dimi. Nee, dat gaat niet. Maar bij mij staat Shift eerst. Dimi. Ik was eerst die mee. Ik ga het kijken in de chatroom. Hè? Ik in de chatroom, ja, maar... die mee. Ik was echt eerst. Bij iedereen zie je dat ik eerst ben. Ja, ik was eerst. Ik heb fotobewijs. Ik heb ook fotobewijs. Wat? Dat is gewoon niet... Iedereen een punt. Ja, maar kijk dit. Hoe kan dat? Hè? Hè? Dit man, hè? Ja, maar ik heb dat gefotoshopt. Oh, ja. Hè? Photoshop? Op zonder korte tijd. Iedereen een punt. Dat lijkt me eerlijk. Oké, bij deze. Oké, dan geef ik iedereen een punt. 5 Kiefer. 5 Exo. Dat vind ik wel eerlijk. Stijn heeft 9. Danny heeft 4. Shift heeft 6. Platvis heeft 5. Boef heeft 4. En Soek Mie Dik heeft 1. Oké, iemand was aan het lachen. En die is ook alweer op weg. Nee, deel volgens mij was hij zijn neus aan het snijden. Ja, sorry. Ja, ik heb zo allergieën. We zijn nu bijna halverwege. Vanaf 25 punten, die is uiteindelijk de winnaar. En gaat dan de vlog gepreviewd worden anders? De of vlog... iedereen daar integraal mee akkoord gaat. Ja. Okay, dan. Deze filmpje wordt ook integraal op YouTube gegooid. Oké. Okay. Maar de vlog van vandaag bedoel ik. De vlog van vandaag, dat wordt in de vlog ook gestoken, maar dan met een timeslap. Gehoord, Boef? Ja, maar ik heb de vlog van die vandaag... die staat al gepland, hè, Dimi. Ja, maar de vlog die ik vandaag ook al aan het opnemen ben... Ik timeslap die supergoed. Oké, en dit moet ook in een timeslap zijn na deze quiz. Oké, bij deze. Oké. De volgende vraag, dus want we zijn een klein beetje aan het afdwalen. En Stijn, nee, 15 dan. Want voor u is nog maar één vraag dat ik nog moet zeggen, dan zit je al gewonnen. Wat? Dit gaat heel rap gaan. Luister goed. Wie het eerste is, krijgt de punt. Wat eet Bugs Bunny het liefst? Wortel. Ik had het eerst. Wortel. Boef heeft het eerst. Nee, als je diepvat hebt, heb je het niet juist. Nee. Exo, dat bewaar ik. Ik had het eerst, Timmy, kijk maar. Ja, Boef, jij hebt de punt. Wat? Nee. Je hebt het bewerkt, valspeler. Nee, ik had het diepvat en ik heb het nog op tijd... Ik heb bij deze offer ik op om iedereen een punt te geven.
Nee. Iedereen een punt lijkt mij het eerlijkste, Dimi. Nee, dat lijkt, ik vind, ja. Zo krijgen we wel rap aan 15, hè. Iedereen een punt of ik stop. Oké, okay, dag, hè. Oh, wow. ik ben... Hé, hey, luistert je niet? Ik ben toch al aan het tapen, dus iedereen een punt aan het geven. Ah oké. Okay. Dat heeft ook zijn tape nodig, hè. Oké, en wie heeft Exo zijn micro gemute? Want ik zat op mijn klapblok bezig. Hè? Huh? Dat er nog één keer doet de shift. Oké, nu de volgende. Ik ga eens een hele goeie zoeken. Ah. Hoe heet een uit de kluiten gewassen Lego blok? The fuck? Goed zo, Stijn. Wat? Platvis was zo eerst? Nee, platvis was niet eerst. Bij mij staat... Wat is dat voor taalgebruik? Ja, hier staat het. Hoe heet een uit de kluiten gewassen Lego blok? What Duplo. The fuck betekent dat zelfs? Uit de kluit gewassen? Dat is uit een mal. Wat? Och, dat geloof ik niet. De volgende vraag. Oké. Okay. Ja, nu, ja. Nu moeten jullie goed typen, hè. Ik ben terug. Sorry. Je hebt mij gemute. Hey, ik heb u niet gemute. En ik heb u... Ik was niet eens aan mijn pc. Ja. Mensen, het gaat nu een hele lange tekst zijn, maar jullie moeten gaan typen. Hoe gaat de kabouterdans verder? Draai je handen in het rond. Oh ja, Boef heeft het juist. Stop met je voeten op zijn mond. Ja, Boef, je hebt het juist. Je bent Stijn achterna aan het gaan. Je staat nu ja, maar... gelijk met... Ah ja, oké, okay, tuurlijk. Dank bij deze, dank u. Je staat nu gelijk met Shift. Oh, hi. Ja, maar ik was weg. In... Ik was het voor Mike aan het fixen. Oké. Okay. Hoeveel jaren gaan er in een millennium? En Stijn had het als eerste juist. 1000 jaar. Wat? Een typfout. Ik had ook 1000 proberen typen. Ja, Typfout is typfout, hè. Typfout is niet juist. En je werd nog altijd tweede, dus. Bij deze. Bij deze zit je gewoon voor. Oeh. Oké. Okay. Hoe worden de uiteinden van een magneet genoemd? Ja, Boef heeft het juist. Eerst. Bij deze. Die rijden toch soms zo te snel, hè, niet? Waar je zo 50 mag. Die polen. Ja. Dimi? Ja. Had je niet antwoorden op Boef? Wat heeft Boef gezegd? Polen, dat is toch juist? Oh ja. Dat is een leuke combinatie. Cool. Ja, oké. Okay. Dat is een hele moeilijke. Zijn dit trivial pursuit vragen eigenlijk? Ja. Ah, oké, okay, bij deze. Welke knuffel speelt verstoppertje, spreekt een eigen taaltje en wens je een goede morgen? Ja! Fucking hell, Boef heeft het weer al juist. Oh ja, 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 ja. Boef gaat Stijn achterna. Heel goed. En dit klopt nu niet, hè, die Trivial Pursuit vraag. Om de hoeveel jaar worden de Olympische Spelen georganiseerd? Ja, nu is het 5 jaar later. Maar het is eigenlijk, ja. Oh, man. Maar ja, dat was geen vraag, hè. Dus ik zeg het, dokter, wat voor een vraag stellen ze hier niet, maar dat klopt niet.
Oeh, maar dat was toch een vraag? Nee. Het is toch om de 5 jaar nu? Want ja, dan is hij niet juist. Ik heb als eerste 5 gezegd. Puntje voor die Dries. Oké. Dat is ook een hele goeie. Uit hoeveel kandidaten mag je kiezen als je blind date de vragen mag stellen? Ik heb het al gezegd. Ik pas. Ik heb het al gezegd. Ja, dat klopt. Shift happened. Ik zit er wel voor, hè. Waar? Allee, kiefer. Ja, dat mag niet, hè. Waar heb jij dat gezegd? Ik had dat eerst gezegd. Je hebt dat nooit gezegd. Jawel. Waar? Nee, ja, ik heb 2 voor u, heb ik het ook, shift. Dat is niet waar. Staat toch er niet bij? Er staat 3. Er staat fucking bewerkt. Idiot, we zien dat, hè, dommerik. Ja, en we kunnen ook in de log channel kijken. Oh, oei. Hé, hey, wie kijkt er mee? Huh? Oké. Okay. Kijk naar de log channel. Stop met de hele tijd te doen alsof dat ik dat ben. Dat ben je ook. Maar wij kunnen in de log zien wat er allemaal gebeurd is. We kunnen zien dat gewoon zelf hebt gedisconnect. Oké. Ik doe mezelf iets. Mag ik verder doen? Ja, zeker, Dimi. Oké. In welk land eet je sushi, oftewel rauwe vis? Puntje voor de Dries. Ja, voor de boef. Nee, ik! Nee, boef staat nu bij mij bovenaan. What the fuck? Bij mij ook. Ik als eerst. Maat, niet op mijn scherm. Oké. Hoe noemt... Ja, maar ja, wie heeft dat punt nu gekregen? Ja, ik en maat. Ja, nee. Boef. Maar wat een 7. Wat? Ik doe niet meer mee. Het is genoeg. Bij deze. Gilles, waar is Walter? Ja, Gilles. Ja, het gaat nog moeilijk worden voor Gilles als hij nog wilt meedoen. Want momenteel staat Stijn aan de leiding met de 10 punten. Gevolgd door Boef met 10 punten. Daarna Shiv met 8 punten. En dan... 9 punten. Oké, okay, bij deze. Ja, dat was ook waar. 9 punten, sorry. Oké. De volgende. Hoe lees je W817 de jeugdreeks op Ketnet voluit? Exo wint. Ja. Exo. Wacht eens even. Ja, dat klopt. Stop met de kikkershift. Zie je, hoort je klachtje in de micro. Hoort... Dat ben ik niet. Toen ik hoor, lach je in de micro. Stico heeft het spraakkanaal verlaten. Exo is toegetreden tot spraakkanaal. Kijk, wat er gebeurt als ik u... Hoe kan ik u ontkoppelen? Jij hebt met de kikker de hele tijd. Maar ik ga verder doen, mensen. Oké, bij deze. Ik ga van Discord zo Ja, dag hè. Hé, hey, hallo, mensen. Stop met de kikker. Stop, mensen. Rustig nu. Oké. Waarvan wordt popcorn gemaakt? Maïs. Oh, sorry. Maïs. Stijn. Sinds wanneer gaan we leestekens respecteren? Dan kunnen we evengoed ook hoofdletters respecteren, hè? Allee, die mee. Ik moet wel integraal consequent zijn. Ik ben aan het kijken wie het eerst heeft gezegd en bij mij staat boef bovenaan. Oh, ja. Nee, dat klopt niet, want die... Dat is een diepfout. Hij heeft een diepfout gemaakt. Ik weet zelfs niet hoe je dat moet doet, zoals die puntjes op de i doet. Ja, Dimi, maar dat is hier... Ja, ik vind dat stijl. Ja, hoe doet jij die puntjes op de i? Ik zeg gewoon... Dat gaat niet. Dan moet je een speciaal toetsen voor punt, hebben. Iedereen een punt. Oké, bij deze. Iedereen een punt en we gaan Oké. Iedereen heeft een punt gekregen. Bij deze. Allee, de volgende vraag. Hoe noemt men de 9,46
triljoen kilometer die het licht aflegt in 1 jaar tijd. Ja, Stijn heeft het weer al juist. Wat, boef? Nee. Niks. Oké. En Stijn heeft de punt. Stijn, nog 2 puntjes en dan zit jij bij deze te overnemen. Te winnen. Oké. Hoeveel punten heeft een sheriffster uit het Wilde Westen? Stop mensen. Shift heeft stop. Het als eerst. Shift heeft het juist. Nee, ja, de Stijn had al, die had ook al getypt, volgens mij. Ja, maar... ja, ja, hier. Ik zal screenshot voor u. Ah ja, Stijn ook, ja. Stijn heeft het correct, denk ik. Zeker. En ik ga nu de volgende keer ga ik gewoon zeggen, vanaf nu typen, dan kan ik de chat meevolgen. Oké, welk kleverige en zoete spinnen kan je eten? Vanaf nu. Ja. Oh, boef. Eerste boef. Nee. Jawel, boef. Suikerspin staat daar. Ik heb de selectie. Dat is zo oneerlijk eigenlijk, hè. Volgens mij is... Want dat is de selectie. Het juiste antwoord. Oh. Eerlijk is eerlijk. Vogelspin? Hoe kan ik op vogelspin, Chiles? Vogelspin? Stop met de kieken. Fucking boef. Ah! Oké. Stop. Ik ben weer fan. Wie is hier de medehelper? Wat de fuck? Ja, jij kunt dat dus ook. Momenteel... Zal zijn. Stijn staat, is eerste geworden, nu gaan we voor de tweede plaats spelen. Oké, waar val je door als je tegen de lamp loopt? En Shift heeft het juist. What the fuck? Daar kende hij alles van, hè, Dimi. We zijn 30 minuten première, hè? Excuseer. Welk Romein veroverde onze streken in 57 voor Christus? Nu. Nee, Jezus is het niet. Mozes is het ook niet. Ja, maar ik had de vraag eigenlijk niet eens gehoord, dat was super robot. Oké, ik ga het nog eens stellen. Welk Romein veroverde onze streken in 57 voor Christus? Ik wacht tot wanneer de Dimi zegt nu, want dan pas telt het dan. Nu gaan we typen. En tot nu toe... Ik was eerst. Nee. Jawel, toen dat hij zei nu, heb ik direct enter geduwd. Dus ja, maar dat... Niet dat boef eerst was. Ik ga sowieso zeggen... Jullie hebben al een stuk juist. Stuk TV? Nee, jullie hebben een klein stukje juist. Oh, maar jong... Ja, Stijn... Bij blokken moet je ook gewoon met de achternaam zeggen. Ik zeg het nu al maar even, hè. Maar Stijn speelt niet meer mee, dus Gilles Simons heeft een punt. Gilles Simons? Wie is dat? Gilles. Is dat niet die politieker? Simons. Ah ja, die van Vlaams Belang of wat? Proficiat. Stop, boef. Ik zie dat jij er bent, ik zie dat. Kun jij dat zelfs zien? Ik zie dat in de log, zie dat... Jij hebt een logsplot. Wat? Huh? Wat doe je als je ijsbeert? Vanaf nu.
Ik heb het niet gehoord. Ja, ik ook. Ik heb het niet gehoord, Tim. Je kunt geralen. Wat doe je als je ijsbeert? Kou hebben. Nu... En stop met mensen, want het juiste antwoord is al gezegd geweest door Gilles. Simoens, rondlopen. En rondwandelen? Nee, het is heen en weer wandelen. Dat is ijsberen. Rondwandelen is niet juist. Nee, maar lopen is niet juist. Jawel, hier, heen en weer lopen. Dus ja, maar dat is toch niet. Gewandeld toch? Allee, ja. Dat is toch logisch, hè? Als Usain Bolt hier gaat ijsberen, dan is hij al maanden de klote. Maar ja, bij deze. Ah, ja. Oh, 30 minuten voor de première. Oké, over welk verzonken stad werd een tekenfilm gemaakt? Nu. En jullie moeten mij Hallo? Niet... Hallo? Wat was de vraag? Jullie moeten mij dus niet... Ik ga dus, nu een andere vraag stellen, omdat ik... Ja, nee, ik had het juist, Timmy, dat klopt niet. Centraal? Ik had het net juist, Timmy, nu doe ik een andere vraag, dat vind ik niet oké. Ja, Centraal kan ook wel goed zijn. Ja, ik had het juist, Atlantis. Oké, ja, dat klopt. Ik zo punt. Nee, boef. Hè? Huh? Nu zei het eerst, Timmy. Helemaal niet. Exo. Ik heb screenshot. Ja, ik heb ook screenshot. Exo staat. Screenshot in de chatroom, kijk. Ja, ik eerst wel, ja. Ik heb iedereen een punt. Print screen. Even. Je hebt ook een typfout gemaakt, die fucking idioot. Wow. Oké, ik heb een typfout. Mensen, ik heb nu een nieuwe vraag voor de volgende ronde. Heb ik een punt, Timmy? Ja. Dat is goed. Oké. Hoeveel provincies... Woorden niet, Dimi. Hoeveel provincies... Stop. Ik heb de vraag hier niet gehoord. En mensen, ik heb nog altijd niet gezegd van nu typen. Dus alle antwoorden wat nu tevoorschijn komen zijn allemaal ongeldig. Ja, maar we wachten wel hoor. Ja, blijkbaar niet. Stop eens met typen, iedereen. Stop met typen. Oké, ik stop. Onder mijn lijn wil ik nu niks meer zien verschijnen. Onder mijn lijn wil ik niets meer zien verschijnen. Dank je. Ah, shit. Dank je. Ja, maar die mee, je moet altijd zeggen. Ah, shit. Oké, nu begin maar. Sorry. Ja, hier is een lijn. Een lijn is een lijn. Oké, dank je. Oké, een goede lijn. Ah, ja. Oké. Hoeveel provincies telt België vanaf nu? En die nu zijn was eerst. Ja, zijn ook, maar... Ik had erna pas enter gedaan. Wat is dat nu weer? En Exo? Exo is het eerste, want Stijn is al gewonnen. Hoe weet ik dat zelfs? Alsof ik in België woon. Wallonië is niet eens een land. Ah, HPD. Oh, Dimmy. Sorry, oh, dat kwam er even uit. Maar echt, sorry, dat kon ik echt niet inhouden. Ik heb een stoornis. Eens even kijken welke dat ik nu ga nemen. Ah, ja, oké. Okay. Hier ze. Is heel leuks. Leuk? Ah, ja. Kom. Welke? Ik ben aan het kijken naar de chat, hè. Kom aan, Timmy. Welke garage werd gestuurd door de slogan... Onze
Mensen eerst? Nee, door de slogan. Katje, katje, mal. Vanaf nu. Ah, ik had, allee, wat ik had vanaf nu wat ik eerst getipt. Nee, shift was juist. Net ervoor, nee, had ik voor was juist op tijd. Ja. Nee, voor de nu. Ik had net nu gezegd dat ik had geënt. Ja. Ja. Bij mij was het ook nu. Zo gekomen. Bij mij was het voor de nu. En alsjeblieft mensen, ik ga nu... Mensen, ik ga nu een, het getal 5 typen op de chat. En vanaf het getal, onder het getal 5, die antwoord telt. Dus alleen... Wat is de vraag? Dat is nog geen vraag. Dus als ik een 5 type, vanaf dan tellen de antwoorden. Huh? Dus voor geen discussie meer te hebben. Dus ik ga nu de vraag lezen. Stop met het fucking move. Shift, kom maar man. Welke kleur hebben de voetbaltruitjes van FC de Kampioenen? Ah! En ja, Geel Simons is wat? Juist geel. Wat? Dat is niet groen geel. Groen geel, Dimmy. Dat ga ik even opzoeken. FC de Kampioenen. Ja, maar het staat toch op uw dingen, hè, niet? Ja, maar Dimmy, je daar toch nog gespeeld? Nee, dat was voor FC Nerds en dat was een sollicitatie. Ah. De voetbaltruitjes zijn geel. Met groen? Oh, maar ik kon dat niet. Oh, fuck. Oh, nee, dat is van de film. Doe het gewoon. Je micro duurt raar. Binnen 25 minuten première, hè? Weet je wat? Mensen, iedereen krijgt een punt. Dus Kim 7, ja. Exo 10, Danny 6, Shift 13. Platvis 7, Boef 13, moet nog maar twee vragen juist hebben. Zoek Mi Dik 3 en Gilles Simons 3. Maar is Dingen nog aan het meespelen? Wie? Soep? Wie, hoe noemt hij? Ja. Die nee. Japaner? Ja, die speelt niet meer mee. Wat is zijn naam, Dimi? Maar die staat in de scorelijst. Maar hoe noemt hij? Want die zit er niet meer in. Zoek Mi Dik. Ah, oké. Okay. Oké. In welk wereldverover... In welk wereldveroverend spel moet men wel eens iets riskeren? Hey, maar je hebt geen 5 getypt. Dat is weer typisch, hè, Dimi? Ja, maar Danny heeft gelijk. Dat is weer al typisch. Ik heb nog geen getal getypt op de chat en ze beginnen al de antwoord al te zeggen. Dus bij deze wacht ik tot de chat terug stil is. Dank je. De chat stil. Exo. Stop. Exo, wilt je alsjeblieft ook stoppen met typen? Dank u. Ja. Oké. Okay. Bij deze. En als ik een 5 type, dan pas de eerste die het dan zegt... Oké. Okay. Ja, maar Dimi, dit is geen quiz, hè. Dimi, dit is geen quiz, dat is gewoon een reflextest hier. Ja, blijkbaar. Ja, Dani. Dit is geen quiz, hè. Ja, ik kap ermee. Sorry, mannen. You. Ja, maar Dimi, wanneer doet jij je livestream? Van 48 uur. Jij hebt toch gezien dat het niet lukt, Exo? Huh? Ja, eigenlijk moeten ze wel beginnen te houden. Want ik heb nu ook met deze quiz geprobeerd voor een livestream te doen op YouTube.
En iedereen zegt dat het continu een gebuffer tot hier tot in Tokio is. Ja, maar je moet op je laptop Tokio, want zoek niet drink daar, of wat? Op je laptop, Demi. Dan zal ik dat wel op mijn laptop doen, maar deze avond pas. Huh? Gaan we dadelijk ook de première allemaal samen kijken, alsjeblieft? Ja, 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 ja. En dan, ik wil nog in de tweede plaats weten. Dus momenteel staat Boef en Shift hebben 13 punten. Deze is spannend. Oh, okay. Die spelen beide vals, dus ja. Bij deze gaan we beginnen. Bij deze. Mag ik? Mag ik intunen? Ik heb toestemming, Dimi. Begin maar. Oké, ik tune in. In welke provincie ligt de stad Hasselt? Klapvis heeft juist. Ja, maar ik ben 16-5! En hoe weet Danny dat niet? Dit is, ja, echt niet plots niet op de telefoon. Welke... Dus we moeten allemaal stoppen. Welke... Iedereen een punt. Welke drie kaas zonden in vroegere tijden de vrouwelijke huishoudelijke taken op? Kerk... Huh? Welke drie K's zonden in de vroegere tijden de vrouwelijke huishoudelijke taken op? Kerk, keuken en... Nee, het is er niet gezegd geweest deze keer. Oeh, dat is precies wel een moeilijke. Keuken, kuisen, kerk. Nee... keuken, kuisen, koken. Nee. Kat, nee. Het begint met een K. En, stop maar mensen. Stop maar. Shift heeft het juist. Wat is deze? Keuken, kuisen. Shift heeft maar één woord getypt. Het zijn drie woorden. Kinderen. Nee. Ja, dus... Je moet het laatste woord zijn. Ja, ja. Kinderen. Is dat dan niet pedofilie eigenlijk een beetje? Zo was dat vroeger. Dus vroeger was pedofilie oké. Dat weet ik niet. Ja, nee, ik ook niet, maar ja, ik vroeg het mij gewoon af. Puntje voor de shift. We hebben een tweede plaats. Gaan we nu naar de première kijken? Nog één. Shift me nog één. Hoeveel wint... Nog één, maat. Hoeveel wint je als je 100 euro op de 8 van een roulette wiel inzet? En wint. En het juiste antwoord is nog altijd niet gezegd geweest. Nee, nog altijd niet. Nee. Ja, maar Timmy heeft nog geen 5 getypt, Timmy. Ah, oké, okay, voilà. Ik ga nu de 5 typen. Ja, vanaf nu. Voilà, oké, okay, okay. Go. Vanaf nu opnieuw. Nee, de fout, boef. Wat? Gilles fout, Steen fout, Exo fout. Ik snap het niet. Ik zal nog eens de vraag herhalen. Hoeveel win je als je 100 euro op de 8 van een roulette wiel inzet en wint? Huh, wie is dat? Gilles fout, Steen fout. Dat hoor ik. Boef fout. Ja, maar kom aan, dat is toch niet fout? Nee. Ik dan niet denk ik dat geluid. Dat is Dank. In Gent daar weer iemand die zat is. Of een bedanni. Fout. Ja, Boef heeft het juist. 3600. Je krijgt uw inzet terug. Oh, wacht, denk dat er buiten gevochten wordt. Oh, kunt je even streamen, maat? Mensen, ik ga je één ding zeggen. Boef, één ding. Boef en Shift strijden voor de tweede plaats. Dus, hallo? Is Shift terug? Ik ben terug, ja. Okay. Ze zijn hier buiten aan het vechten. Ja, nee, maat, kom aan, film dat, jong. Filmen. Filmen. Het is gelijk een Battle Royale. Mensen. Zijn dat Marokkanen? Mensen. Nee, ik weet het niet, het is een beetje van alles. Ah, oké, okay, nice. Leuk. Multiculturele stad, hè. Ja, Danny. Kom, Danny. We gaan vertrekken. Oké,
En waar gaat je wel eens? Dames en heren, hoogstelijk is dit de laatste vraag, oftewel voor Boef, oftewel voor Shift. Hè? Wanneer heeft Boef een punt gekregen? Net. Oh my god, ze cheater. Oké. Okay. Bij deze. De laatste, misschien. Wat is het andere woord voor vikingen? Wat? Oh, Exo heeft het juist. Wat? Maar Noren is Noormannen hetzelfde, hè? Ik heb nog geen 5 getypt, Timmy. Oh, ja, oké. Okay. Ik heb nog geen 5 getypt, dus Noren kan nog altijd winnen. Maar ik kan eerlijk zijn, ik ben eerlijk dus. Mensen, hou jullie klaar dan. 3. Go! Ah! Nee! 3, 2, 1. Yes! Ik was eerst. Oh, ik boef. Nee, Danny heeft het eerst. Danny heeft niet eens Noormannen geschreven. Wat? Noren of Noormannen? Ik zie Danny. Ik zie Danny eerst. Waar? Ik zie Faith, dan ik, dan Shift en dan Danny. Dat is Danny zo mijn liegen. Hé, hey, pas op, hè. Pas op, zelfs komt Danny naar jullie toe. Ja, inderdaad. Boef, als het terug gaat liggen, boef. Fuck you, man. Het echt lekker. Ik heb gewonnen. Maar je moet gewoon eerlijk zijn, hè. Iedereen een puntje, is dat nee, niet? Nee, ja, nee, dat gaat niet. Dat gaat keer. Wel. Een gedeelde tweede plaats met boef vind ik ook niet. Hé, hey, het is zo rust. Wacht, hè. Ik ben die... Ah, oké. Okay. Het gaat... Ik ga de 5 ook al klaarzetten op de chat. Kanker. Ik ga de 5 ook al klaarzetten op de chat. Luister nu naar de vraag. Ga. Oké. Hoe berekent men de dag waarop Pasen gevierd wordt? Dat was de vraag, Timmy. Dat is weer bullshit. Dat iemand zit met de kikker. Hoe berekent men de dag waarop Pasen gevierd wordt? Jong, dat weet ik toch niet, man. Ja, Timmy, man. Ja, platvis. Nee, pas. De juiste antwoord is niet gezegd geweest. Ja, kijk, dat... Voilà. Wat is dit hier? Volgens mij klopt het. Een ingebouwde Wikipedia. Ja, maar als je googelt, is volgens mij het eigenlijk gekwalificeerd. Gekwalificeerd inderdaad voor de volgende ronde. Gekwalificeerd denk ik nu. Nee, dat is geen ronde. Dus ik heb die Wikipedia wel die, gemaakt. Die heeft dat gegoogeld, dus mocht hem disqualificeren. Ik heb dat niet gegoogeld. En dan ik krijg je. Dat klopt niet. Dan ben ik eigenlijk, hè? Nee. Ja, maar ik weet dat gewoon. En daarom heeft het zo lang geduurd tot wanneer mijn antwoord er stond. Hè. Ik moest dat nog helemaal schrijven. Ik ga je één ding zeggen, zowel ding. Ook voor het op te zoeken en dan nog te kopiëren. En dan nog een keer te plakken hier op Discord, daar heb je ook al redelijk wat secondes voor nodig. Ja. Ik zal typen en Dimi, dat gaat super snel als je een goede PC hebt. Ja, Ctrl V, Ctrl C, bla bla bla. Ja, ik weet het, dat dat ook snel gaat. Twee seconden gedaan, Dimi. Hij heeft volgens gespeeld. Maar, en met deze ga ik dan... Shift is tweede plaats, we willen nog voor de derde plaats. Dus... Yes! Dat is hier een bullshit, Dimi. Dat is bullshit. Yes! Ik wist dat ik beter was dan Boef. Dat is echt vals spelen, Dimi. Dat klopt echt niet. Nee, puntje is gegeven. Samen... Hij speelt vals. Ik ga dadelijk de première kijken, guys. Ik ga nog één vraag stellen. Waarschijnlijk nu voor Boef. Oeh, voor mij? Hallo? Wat is er aan de hand? Ja, jij kunt nog één puntje winnen voor... ik dacht dat ik eigenlijk mijn loon ging krijgen voor de vlogs. Oh, maar... Kijk, Dimi! Exo, wat hem zegt hier. Dat is typisch, dat is weer pesten noemt men dat. Ja, Stijn heeft gelijk. Exo, wat? Dat is... Word je alsjeblieft... Nee, ik heb gezien dat daar slechte stond. En je moet dat nu niet veranderen, Exo. Huh? Nu weet je weer van niks, hè, Smeerlap. Bij deze... Hoe noemt je mijn shift? Heb je mijn woord misschien Smeerlap? Exo, bij deze heb je je eerste waarschuwing. Ja. Meer dan terecht zelf. Ja, dat vind ik ook. Van de 3. Oké, dus bij deze ga ik... Dat ik hier...
Stop me met te kieken. Stop me met te kieken. Ik word echt boos. Ik heb het toch juist gezegd, platvis, van de drie. Timmy, die kieken me altijd. Heb je daar bewijs voor? Ja. In de logs, in de logboek. Ik is in de logs. Ja, want... Dus ik ga die meer kijken in de logs. Maar mensen, ik wil nog even mijn quiz afmaken. Oké, okay, en dan gaan we de première kijken, hè? Ja. Binnen 10 minuten begint hem, hè? Welke twee banken fuseerden tot de KBC? Wow. Oh, maat, fuck you, shield. Je moet het juist schrijven. Welke twee banken fuseerden tot de KBC? Ja, Gilles. Die politieker, ja, weet dat weer, hè. Gilles heeft het juist. Maar, Dimi, dat is zo oneerlijk. Dat is weer zo'n politieker van Vlaams Belang. Die weet dat allemaal. Ja, ik noem hier verschillende vragen op. Van politiek tot sport tot ik weet niet wat. Oké, bij deze. Volgende vraag. Welk uitgestorven mensachtigen hadden een gemiddelde levensduur van 18 jaar? Ja, Tim, ik heb het al. Ja. Ja, Stijn heeft gelijk. Boef, jij staat de derde. Voilà, bij homo deze... analis is het toch, hè? Allemaal nee. Vals gespeeld. Nee. Nou ja, al drie winnaars hebben vals gespeeld. Ik kan het woord niet uitspreken, maar het woord staat er wel juist geschreven. Allee, Timmy, wat is het juist antwoord dan? Hoe het wijt nu? En uw kijkers? Neandertaler. Neandertaler. Jawel, Timmy, jawel. Neandertaler. Jawel. Jawel. Maar is het toch aan het zeggen? Ah, ik dacht een nee, zeg. Ja, ik dacht het ook even, man. Nee. Bij deze. Hoe dat bestellen je? Dus, mensen, Stijn 1, Shift 2 en Boef 3. Yes! Krijgen wij een medaille? Ik denk dat Danny niet... Want ik ga Danny niet blij zijn met deze score. Kan je... Oké. Kan je de volledige stand zeggen? Ja, wacht. Wekst op de juiste punten, hè. Begin eerst met de meeste en zo naar boven, hè. Dus ja, op de eerste... door elkaar. Eerste plaats met staat... de minste. Ja, de première gaat zelfs zo beginnen, hè. Oké, ik ga even gauw de scores zeggen. Zoek Mi Dick heet 3 punten. Dan Gilles Simons 4 punten. Dan Platvis... Sorry. Kiefer en Danny hebben 8 punten. Tot zo. En dan, en Platvis heeft 9 punten. En dan, ja, dan Boef, Shift en Steen. Ik heb het zo goed mogelijk hier bijgehouden en zo ben ik met de punten uitgekomen. En ik ga nu deze kanaal locken. Lokken. En er gaat een nieuwe datum komen. Oh, nice. Ik wil het opnieuw doen. Dat was leuk, hè, Timmy? Ja. Dus ik wil ook nog een derde editie. Zitten jullie met jullie derde plaats? Ik wil nog een tweede editie doen bij deze. Zitten jullie ook mee op de hoogte? En heeft het eigenlijk het spelletje toch een uur geduurd? Voor een keer een prijs, een echte prijs. Ik ga eens even kijken wat ik hier in mijn omgeving kan missen. Maar je moet geen echte prijs doen, Timmy. Gewoon in orde maken van die goede doelen en dan zijn wij allemaal al heel blij. Oké. Mensen, ik zie jullie allemaal bij de volgende. Quizzen met de fans. Tot de volgende. Yo. Tot de volgende. Yo. Dag iedereen.